Goedemorgen. Welkom bij Vlogmasdag 10. Wilson, Vlogmasdag 10 al. Oké. Ik ben aan het ontbijten. Het is 11:45, denk ik. Het is mijn ontbijt. Yep, Chinees. Gisteren hadden we family night. En hebben we Chinees gegeten. En film gekeken. En filmpjes op de tv en zo. Het was heel gezellig. Best nog wel veel over. Allee, zelfs heel veel, want de rest is mee met mijn ouders. En dit, Milks, ga ik nu als ontbijt eten. Goed? Oké, het is tijd voor mijn adventkalender. Dag 10. Let's see, waar is nummertje 10? Hier. Oeh, hier is een groot. Oeh, een poeder. Wauw. Dit is de Bourjois Paris Healthy Mix Powder Anti-Fatigue. Keigoed. I can use it, want ik ben moe. Milky, wil je ook een beetje poeder? Ja? Het is echt wel zot dat alles gewoon full size is hierin. Het is echt zalig. Ik denk niet dat er zoveel adventkalenders zijn, dus... Ja, echt wauw. Good job, Bourjois. Ik ben ondertussen klaar om te vertrekken. Want ik ga naar Noah's birthday party. Ik heb net zijn cadeautje zak gestoken. Zo'n noppenpuzzel met de diertjes van de ark van Noah. En ik heb deze aap van de IKEA voor in zijn ark van Noah kamertje. Dus, let's go. Het is ondertussen avond en ik heb op het feestje van Noah niet heel veel gefilmd. Ik weet niet, ik was vooral de moment aan het enjoyen. Het was zo cute. Noah is zo cute. Oh, het is echt om op te eten en het was heel leuk. Het was met Celina familie en ik denk morgen komt Nick zijn familie. Het was echt heel leuk. Celina familie is ook altijd super leuk en super lief. En die ken ik ook wel al langer, dus ja, het was echt heel gezellig. En het is gewoon zo gek dat Noah al 1 jaar is. De tijd vliegt echt. Ik weet dat Celine vorig jaar bijna op springen stond. En ja, zo zwanger was en het ook zo beu was om zwanger te zijn. En ik
Ik herinner mij dat gewoon nog zo alsof het gisteren was, dus wel gek. Ik ben nu een broodje met eiersla en een broodje met krabsla aan het eten en een stukje kaas. Ik heb wel gegeten, maar ik heb nog honger. Allee, eigenlijk geen honger, gewoon goesting. En ik ben Jersey Shore aan het kijken en terwijl ben ik aan het monteren. Want deze week gaat zo'n drukke week zijn, dus ik moet zien dat ik wat bij ben met mijn monteerwerk. Ik hoop dat dat gaat lukken, want ik heb echt zoveel op de planning staan deze week, maar wel leuke dingen. Dus ik probeer up-to-date te blijven. Ik probeer de vlogs zo lang mogelijk te maken, maar dat lukt echt niet altijd. Soms is het ook gewoon niet fijn om de hele tijd te vloggen. Ik ben ook niet meer gewoon omdat ik maar 3 dagen in de week vlog. Om dat nu terug elke dag te doen, moet ik soms wel zo denken van, ah ja, vloggen. Maar ik vind dat natuurlijk wel heel leuk om te doen, dat wel. Ik ga hier deze vlog ook afsluiten. Dus zeker thumbs up. Laat ook een leuke comment na en ik zie jullie snel weer.